tussen Stef van Doren, die maar ineens aan de kop gaat spieren. Spanning en sensatie hier op de baan van FCB Kloester, waar het pas op de finish gestreden is. Dus op de finish worden pas de puntjes voor heel veel talen. Maakt niet uit dat je de tweede punt ligt, want op de finish ligt is de belangrijkste. We zijn weg met Brian van Ewijk Amersoyen. Laat je horen Amersoyen voor Brian. Hij zit er vooraan in deze kwartfinale, open klas 12, 13 jaar. Hij moet zich gaan plaatsen. De eerste vier geeft recht. En wie zit er op de vierde positie? Eerst het is Joyce Baks. Joyce Baks is ook wel zeker, want als ze even naar achter kijken, zien we dat de 727 tijdens vliegen gezien is. Vliegen kan vliegen gaan vallen op de huidige positie. Hij is over en out. Hij zien we niet meer terug. Maar de voorste vier zijn wel bekend. Met zeker ook 2 Pieter Wijn. En ook die andere man, dat is Niels Hoogman van Amersfoort.